We gaan kijken naar Stefania Berton en André Hotarek, het Italiaanse koppel. Tiende na de korte kuur. Een plaatsje achter de Fransen, James en Cyprus. Drievoudige tolop, dubbel tolop, dubbel tolop. Dezelfde opening als de Fransen. Alleen maar Hotarek en Berton iets verder uit elkaar. Drievoudige twist. Niet helemaal goed opgevangen. Drievoudige Salsov. Geworpen drievoudige Salsov. Achterwaarts, buitenwaarts de dode spiraal. De korte kuur moesten ze allemaal achterwaarts, binnenwaarts. Reverse lasso. Deze lift deden ze gisteren ook in de korte kuur. Drievoudige Rietberger. Axel Lasso. Pirouette sluit deze kuur af voor Berton en Hotarek. Ja, misschien was het wel de laatste wedstrijdkuur uit hun carrière, dat weet ik niet precies. Misschien hij is 30 geworden. 30, ja, dan kan je nog wel een paar jaar door. Maar
Als ik zo naar deze beelden kijk, dan denk ik van nou, misschien was dit het wel. Stefania Berton, Ondrej Hotarek-Gumi no engi deshita. Goed gepresteerd, een paar kleine schoonheidsfoutjes, onder andere bij de twistlift. En bij een van de solosprongen bij haar, maar dat waren kleine dingetjes, geen grote fouten. Dus goed gepresteerd voor deze Italianen. Het zou op zich niet verkeerd zijn om het seizoen zo af te sluiten, want ze hebben het goed gedaan dit jaar. Ja. Hun personal best scores gehaald. Beste korte kuur ooit gereden op de Olympische Spelen en de beste vrije kuur op het EK dit jaar. Aan de andere kant kan je dan zeggen, ja, als de stijgende lijn er nog steeds in zit, waarom niet gewoon doorgaan? Beide zijn fulltime atleet. Volgens mij ook het Italiaanse leger dat hen ondersteunt, net als in Duitsland. Daar die sprongcombinatie van drie sprongen, triple toe, dubbel toe en dubbel toe loop. Hij springt het beeld uit. Ze zijn iets ver uit elkaar, maar oké, okay, dat is een kleine aftrek van de jury. Kijk, die twistlift die is niet helemaal opgevangen voor de landing en hij gaat over zijn schouder heen. Dus ook daar zullen we scores in de min gaan zien, denk ik. Geworpen drievoudige Celsov. Die was goed. Mooi opgevangen. De reverse lasso techniek. Je ziet ze altijd dan. Ja, niet tegenover elkaar staan, maar 180 graden gedraaid ten opzichte van elkaar. Ik weet niet of ik dat moet uitleggen. Ja, je kunt het voordoen, maar. Ja, ik ga het niet voordoen. We hebben de kijkers niks aan. Franca Bianconi links en de teamleader Virginia De Agostini rechts. Het begeleidingsteam van de Italianen hier. 121,55. Trainen ook bij Jason Dungeon in de Verenigde Staten wanneer ze niet in Italië zijn. Maar John Dungeon heeft het druk hier om andere koppels te begeleiden. We gaan even korte samen.